Hallo kijkers, mijn naam is Jarne en terug naar onze gloednieuwe video van Minecraft Survival. Dit is de eerste video met de nieuwe Nether update. Water had hier een soort van vliegend eilandje gemaakt. En ik vind het best wel mooi, een nieuwe soort. Het is allemaal gemaakt met al die nieuwe soorten blokken. En ik heb ook heel veel diamonds bij me, zoals je ziet. Die heb ik ook nodig. Had ik zo'n diamond gemaakt. Je ziet toch een beetje. Ik moet een diamond voorstellen. Ja, dat wordt dus mijn nieuwe shop. Ik denk dat ik ga vragen 5 diamonds voor 1 nether scrap ding. Of ancient debris. Prijs 5 dia is gelijk aan 1 ancient debris. Ik denk dat dat wel een mooie prijs is. Ik weet nog niet zo. Het is moeilijk om te schatten wat een goede prijs is. Maar laten we beginnen met dit. Dan wil ik ook de kisten maken. En ja, ik heb ook wat diamond blokken gemaakt om dit te maken, dus het is best duur. Zo, ik heb nu wel wat minder diamonds, maar als het goed is, krijg ik er dan wel weer ancient debris voor in de plaats. Als mensen dingen gaan kopen. En ik zal zo meteen ook iets in op de Discord server iets plaatsen. Valt me nu net op, ik heb net 69 diamonds over. Nice. Vraag me eigenlijk af wat... daar komt. Ja, dat was nog een work in progress, dacht ik. Ik had al even gekeken en het was van Stijn. Alleen weet ik nog niet wat er gaat komen daar. Oh ja, Water had hier nog een soort van kraan gemaakt. Volgens mij was het een scaffolding winkel. We gaan even reclame maken voor zijn shop. Laat ik weer vertrekken. Dit is eigenlijk de eerste video sinds de nieuwe update. Dus het was al een tijd sinds ik nog eens heb opgenomen. Nu wonen zijn alle portalen op het dak van een nether. Ik vraag me af, het is wel elke keer wel even zoeken waar mijn portaal ook al hier weer is. Dus mij is die kant op. Nee, dat is de verkeerde kant. Dan maar die kant. Oké, ik zit dus nu in de nieuwe nether. Dit is het portaal die naar spawn gaat. Daar heb je van die nieuwe soorten bomen. Ik heb nog van die blauwe bomen heb ik al. Alleen heb ik nog van die rode bomen nodig. Die heb ik nog niet gevonden. Misschien kan ik wel met iemand onderhandelen. Ik had al wel de paddenstoelen. Maar daarvoor heb ik ook nog dat ene rood blokje eronder nodig. Om dat te kunnen planten. Heb ik zo'n biome vinden. Of ik ga wel iemand met iemand. En is er dan weer een andere biome. Dat is basalt. Ik kwam ook nog onlangs achter dat je daar ook mee tools kan maken. Hier was het volgens mij een mijn. Maar ik weet niet zeker, dus ik ga even landen. Gelukkig zijn er slimes, maakt de landing veiliger. Ik denk dat dit voor ancient debris is, ik weet niet zeker. Maar waarvoor zal dit anders zijn? Laten we maar terug naar boven gaan. Probeer in mijn ene rocket te landen. Ja, die boom heb ik dus nog nodig waar ik net over sprak. Deze rode. Ik heb ze eigenlijk nog niet echt nodig om te bouwen, maar het is gewoon leuk om ze te hebben. Ik wil nu naar mijn tweede basis gaan. Jarne Base 2.0. Ja, hier was ik weer bezig met zo'n boom. Hoe zit het met de Iron Farm? Gaat wel lekker, gaat wel lekker. Ik ga proberen op de tak te landen. Oh, creepers. Er was één enkele creeper daar. Oh, daar is een kat. Daar zijn ze bang, zeker. Even een tijdelijk padje, lelijk. Maar dat is gewoon dat ik naar boven kan. Wat ik moet doen eigenlijk is gewoon hier sterren plaatsen. En dan hier helemaal rond. In de volgende aflevering probeer het gebouw af te krijgen. En dan zien of ik het nog kan inrichten. Maar ik kan zeker vast niet alles erin richten, want... het is echt gigantisch groot. Oeps, dropte ik per ongeluk mijn pickaxe. Voor dit is eigenlijk gewoon heel erg lang shift inhouden. Daarvoor hebben we dit om een stairs te maken. Je wil nu weten hoeveel stone dit heeft gekost om dit allemaal te kunnen bouwen. Laten we deze een keer die kant op gaan. Daar een blokje net, zag ik.
maar ik heb geen andere boekjes om dat op te vullen. Ik heb even weer wat koppel moeten nemen. En die heb ik hier niet. Misschien beneden nog. Oeps, ik had even vergeten mijn elitram te doen. Fijn, moet ik weer gaan stonen, gaan hakken. Hak hier nog wat. Ja, de ijzerkolom gaat weer door de lava heen. Pech voor hem. Oh ja, dat is ook zo raar. Nu kan je ook dit hier gebruiken. Hij kan dit ook enchanten. Dat is een zo raar gevoel om dat te doen. Proberen daar zo te landen. Oeh, is het nu gelukt. En dan kan je alles meenemen. Zelfs de lampen moet je met dit weghalen. Jammer dat die tinmap niet meer werkt. Ik ben wel benieuwd hoe het eruit ziet vanaf de tinmap. Ratchet joined the game, left the game. Dat had ik ook een keer toen ik in de lava viel. Dan zag je ook in de Gletscher zijn video dat ik zo steeds de juffer join en weer lief en weer join. Sinds de vorige aflevering was ik ook nog daarna net in de lava gevallen of, en daardoor was ik al mijn stuff kwijt. Dus was ik ook nog even bezig met nieuwe tools te hebben. Oh, en daardoor is een tijdje geen episode gekomen. Hey, weer een kat. Er zijn echt veel katten in zo'n village, maar dit was al mijn video. Hopelijk hebben jullie genoten van deze video. En we sluiten af met... Wacht, ik kan nog even iets bijnemen. En dan kunnen we afsluiten in full nether raids. Dus bedankt voor het kijken naar de video. Hopelijk vond je deze video wel leuk. En ja, hopelijk zie ik u terug bij een volgende video. Dus doei doei!